Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. We gaan een kijkje nemen, Gio, in de Creative Server. Daar gaan we natuurlijk weer even naar kijken. Tuurlijk. Het is altijd leuk om in die Creative Server te kijken. En we kijken eerst even naar Brams lepel. Wat een mooi voorwerp, hè? Dat is Ik een vind mooie het lepel. Prachtig. Nee, natuurlijk gaan we even naar de Creative. En als het goed is, moeten we dan hier doorheen. En Lars Meijner, gaat die mee? Nee, die blijft springen. Zo. En we zitten in de Creative. Gio, ik zie je al staan. Haha. Ik zal even geluid een beetje harder zitten zo. Hai hai. Hallo. Hallo. Ja, goed. Zoals altijd. Heb je Kick-Ass 2 gezien, hè? Ja. Geweldig. Een tijdje geleden natuurlijk, want deze video is natuurlijk weer later gekomen dan dat jij Kick-Ass hebt gezien natuurlijk. Ja, maar die is natuurlijk ook een dag later opgenomen. Ja, daarom. Jo, we gaan eens even door de portal. Ja, moet je kijken. Dit is hartstikke mooie bordjes. Jongens en meisjes, vergeet natuurlijk niet om set home te doen op je plot. Zodat je altijd weer terug kan gaan met slash home spatie home natuurlijk, hè? Natuurlijk, dat is het handigste. Want op deze plot plugin kan je helaas niet gelijk naar je plot doen. Nee. Dus om eerst set home te doen, dat raden wij je aan. Inderdaad. Anders ben je het zo kwijt en dan moet je weer zo lang lopen zoeken. Nou, daar heb je ook niks aan. En we hebben gemerkt dat er heel veel mensen echt continu blijven bouwen. Dat mensen echt meer in de creative server zitten dan in onze normale server. En dat is best grappig om te zien. En de VIP's zijn alleen maar hier te vinden, joh. Ja. En ik vind deze huisjes best wel origineel. Moet je kijken. Helemaal in Disney kleurtjes gemaakt. Ja, hè? Even kijken of er ook een soort van hotel plugin in zit. Nee, dat niet. Die hebben we natuurlijk niet. Maar dat ziet er grappig uit. Het zijn hele kleine huisjes. Geen bed. Oh, wacht. Misschien boven. Wacht, ik zei niks. Ja hoor, tuurlijk. Twee persoons zelfs. En een mooi balkonnetje. Wat een luxe. Luxe dit hoor. En ook nog, oh nee. Oh, je kan ook nog op het plafond gaan hangen als je wilt. Oh kijk, nou dat is heerlijk. Voor de apies onder ons. Wauw. Wow. En we kregen allemaal coördinaten toegestuurd. Ik weet niet of, even kijken hoor. Ik ben begonnen met de Splash Mountain. Oké, dan gaan we eens kijken. Zullen we eens kijken bij hem? Ja. WVG. Even kijken, we zitten nou in zijn plot en wauw. Oh, moet je kijken. Oh. Dit heb ik allemaal nog niet gezien. Want het Raincards werkt natuurlijk. En als ik hier kijk, loopt er een achtbaan. Een soort van niet verder. Zie je? Oh. Dat is een schommelschip. Ja, dat is een schommelschip, ja. Een beetje apart in mijn model. Wauw, kijk daar dan. Dit is even grappig. Wauw. We zijn hier druk. Kijk dit dan, die witte baan. En de achtbaan. Zullen we eens kijken of die werkt? Die witte? Ik ben wel benieuwd eigenlijk hier. Deze is ook mooi trouwens, moet je kijken. Ja. Maar wat is dit dan joh? Je maakt een soort kurkentrekker. Ik ben benieuwd naar deze. Dan word je afgeschoten. Kunnen we daarin zitten? Even kijken hoor, ik denk dat we die even... Ik zie geen startpunt. Nou, hier zie ik een stationnetje. Een station. Station. Nou, dan moeten we eventjes... Het is geen inrangeer of wel? Oh, er zitten geen knopjes aan de binnenkant. Moet er onder? Cards plaatsen of? Er zijn wel dingen gebouwd aan de andere kant. Oh. Kunnen we eronder kijken? Plaatsen dan of? Eens kijken. Oh. Kijk, er is nog gewoon geen ingangeursysteem, joh. Oké. Hier is het station, maar waar? Aan plaatsen van de kaartjes, denk ik. Ik denk het. Kijken of we hem kunnen laten starten. Zo, ik ga er vast in. Oh jee. Ik sta stil. Oh, God. Dit is wel een goed idee. Even kijken, daar gaan we. Oh jee. Oh, nou gaan we. Oh jee. Ja. Ga weg. Ksh. Ksh. Oh, gaat niet zo heel hard. Oh. Ik zit ook te wachten. Gaaf. Oh, nog een looping ook. Oh, huh? Oké, ik ga ook. Huh? Ik kom er niet meer uit! Grond is maar. Lukt het? Nee, ik zat vast. Handig. Oh ja, daar gaan we. Waar zit jij dan? Oh, daar ga je. Ik ga nu omhoog. Ziet wel gaaf uit. Het idee is wel heel gaaf, vind je niet? Je hebt wel een mooi uitzicht ook hier zo. Ja, dat wel. Oh, daar zat ik vast. Oh. Jij gaat gewoon door. Ik ga wel lekker verder. Ik zat met mijn eende snavel zat ik vast. Kijk. Dit ziet ook wel gaaf uit, dit station. Station. Apart. Moet je kijken of mensen niet bedenken met train cards. Ontzettend hele aparte uitvoeringen.
een looping. Wow, ja. En dan ga je zeg maar een soort van, oh, zo'n kurkentrekker. Dat is gaaf, dat is een gaaf idee. Oh ja, joh. Nou, even in de gaten dat idee, dat is wel vet. Ja. Even kijken hoor, wat zullen we nog meer kijken hier? Want ik zie allemaal dit gebouwen. Is een heel groot plot. Ja, moet je kijken, een heel vernieuwd clubhuis. Oh, deze is bezig met boomstammetjes ook. Een boomstamattractie wil die maken, denk ik. Was dat niet het pretpark waar we eerst hadden opgenomen ook? Nou, dit niet, volgens mij. Nee? Nou, dit is anders. It's a small world? Oh. Echt? Oh, ik wil naar binnen. Dat lijkt me vet. It's a small world. Hachu! Ik weet niet hoe dat... Nee, hoe ging dat nou? Zit er een energiesysteem in? Hachu. Ga eens even kijken. Ik ga het eens even kijken. Spawn train zit er. Geen inrangeersysteem, een spawn train systeem. Ik zit erin. Nou ja, zeg. Ik wil ook. Kom je er ook even in? Ja, ze lopen er doorheen. Oh, ja. Ja, je zit ook. Doei. Goed, dan gaan we hoor. Oh, dat is Kenny van South Park trouwens hier. Wat gaaf. Wow. Oh, kom maar vuur. Vuurwerk. Oh, kijk, dat is wit vuurwerk. Lijkt het net sneeuw. Vet. Want dat is wel heel tof gedaan. Dit is wel gaaf, dit zo'n dark ride. Ja. Dat vind ik altijd geniaal hoe je dit doet en... Volgens mij bukt de twinkart een beetje, heb ik het gevoel. Oh, we gaan verder. Ja, ik heb hem even een duwtje in de rug gegeven, zeg maar. Oh, snoepwinkel api. Mooi snoepwinkel. Hey. Volgens mij komt het door die... Volgens mij botst die tegen die dingen aan of zo. Ik ga... Oh, kijk, ik ben achter. Ja, dan gaan we weer. We zitten in een soort cactus, in een soort woestijnwereld, met een mijn hier. Allemaal diamond. Hallo. Dat is wel gaaf. Hey! Ja, we gaan weer door. Ik ga hem over zekerheid W ingedrukt. En er is een soort jungle, zie ik. Gaaf zeg. Leuke thematisering. Leuk, ook heel compact, want het is echt een heel... Oh! Ja, dan moet hij er niet doorheen gaan lopen. Nou, nu zijn we veilig, denk ik. Dan gaat hij weer stoppen. Nou, ik loop gewoon door. We lopen wel even verder. Hoppakee, dan zitten we hier en dit is een soort van... Regenboog zie ik. Ik vind jou een regenboog. Oh. Wat gaan we weer snel? Dat klopt niet. Hey Gio, dat was een geweldige ride. Ik vond hem heel vet. Awesome. En wat is dit awesome. Dan? Ik weet dit niet. Nou voor iets? Is dat tijdelijk dicht? Echt, een baan bestaat niet meer. Werkt er niet. Oké. Een aparte ingang. Ja. Je gaat gewoon de grond in. Ik wil wel even kijken. Het ziet er echt enorm groot uit, deze achtbaan. Ik wil wel weten, ik ga wel links dan erin. Ja. En... Je moet klimmen, je moet springen om erin te komen en... Oh, we zitten ineens op de baan. Volgens mij zit ik op de verkeerde plek, wacht even. Hi, ik ben hier. Uitgang. Oh. Hallo. Moeten we hier... Oh ja, hier zou die andere baan moeten zijn, dat klopt. En waar is de goede baan dan? Dit? Is dit de baan? Ik denk dat is de baan, denk ik. Oké, ik zal eens even mijn kaartje spannen. Kijk of die het doet. Oké, we gaan heel langzaam omhoog. Dit is echt een beetje... Oh, jij zit vast! Dit is best wel eng dit, want ik ga echt heel eng naar boven, heel smal. Best wel cool gedaan trouwens. Oké, we gaan niet harder en niet zachter, hè. Ik zie hier rechts een looping. We gaan echt heel langzaam. Mhm. Maar ik ben benieuwd. Als het goed is moeten we wel sneller gaan dadelijk. Waarschijnlijk wel. Ja, we gaan hier zo naar beneden. Dus ja, wie weet. Nu moet hij denk ik wel wat sneller aan nu. Oh! Gio? Ik vind deze achtbaan een beetje te snel hoor. Vind ik eigenlijk... Ja, ik vind het een beetje te snel gaan dit. Ja joh. Nou ja, dan zien we ook eens een achtbaan. Oh ja, nee. Motion. Oh kijk. Property speed limit 0,06, 0,08 staat er. Oeh, ja, dat is... misschien hoort het zo. Ik zie het, ja. 0,20? Dat moet toch wel. 0,4? Oh, dat moet toch best wel sneller zijn, zeg maar. Ja. Wat vreemd dat die niet sneller gaat. Nou, misschien omdat we gewoon een karretje hebben geplaatst. Misschien ligt het daar aan. Ja. Hij is nog in de maak, hè? Ja, dat is waar. Een soort test. Oh, we gaan omhoog. Oh. Oh. Je zit in de lift. Nou ja, sluit je me dan gewoon op. Ik word gebeld. Ah. Mensen, tot de volgende keer. Doei doei. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Freeze Hosting. Kwaliteit Minecraft servers voor een lage prijs. Meer informatie vindt u op freeze.nl.